En als je dit niet doet, dan zit je mij uit de bank. Wat gebeurt er nou volgens jou? Is er dan gebeurd? Ja. Ze zijn niet wakker, hoor, die twee, hoor. Nee, hè? Lopen we? Ja, lopen. Ah. Wat zou er nou gebeuren? Oh, zijn we al bezig? Dan gaan we nu nog in. Dan zijn we nou begonnen. Nou, dan zeg ik het nog één keer. Stel je voor, jij zegt tegen beenhakker Leo, je geeft mij een vrije rol, anywhere, op het veld. En als je dat niet doet, dan ga ik gewoon op de bank zitten. Wat gebeurt er dan? Nee, ten eerste ben ik niet in de positie om dat te eisen. Ik bedoel, als je een boet voor een minder zou je veel meer kunnen doen. Ik weet dat het tegen Joegoslavië goed is gegaan. We zitten met problemen op de vleugels. Ik denk dat het tegen Engeland in ieder geval wel anders gedaan gaat worden. Ik denk niet meer dat ik, dat ik meer in de spits ga spelen. Dat het anders zal gaan worden. Maar daar moeten we intern nog even over babbelen. Ik heb wel mijn ideeën daarover. Hoe dat zou kunnen. Vertel maar op. Jouw idee. Daar gaan we. Ja, ik zou... Nee. Ja. Ik zou er best met een beetje over willen praten, maar ik denk niet dat het niet verstandig is voor de wedstrijd tegen Engeland. Om dat nu over in te gaan. Ik zou het graag met je willen. Maar ik denk niet dat het wijs genoeg zou zijn. Even een tipje of zo. Een ideetje gewoon van wat jij denkt hoe wij dan moeten gaan spelen. Nee, dat ken ik niet. Ik zou het graag willen. Ja, maar hallo, jij bent toch ook mede de baas van het Nederlands elftal? Of ik weet het. Maar op dit moment zijn we in een situatie beland waar we een beetje problemen hebben. We hebben deze wedstrijd niet goed gespeeld. En daarna gaat iedereen speculeren, iedereen heeft een mening over hoe we moeten gaan voetballen. En als ik dan ook nog aan ga meedoen, dan wordt het een totale chaos. Ik denk dat nu de taak is van mij om in ieder geval de gelederen bij elkaar te houden. En niet voor nog meer verwarring zorgen. Dat is ook mijn taak. En ik zou met iedereen wel over een heleboel dingen willen discussiëren, maar dat gaat niet. Het wordt wel een beetje een praatclubje, hè? Ja. Ouwe, zouden we eens weer moeten gaan voetballen. Ja. Hoe komt dat, met een ouwe? Nou, dat is een vervolg van na de EK. Waar je kwalificatiewedstrijden gewoon slecht gespeeld hebt. Waarbij de KNVB ook niet heel erg meegewerkt heeft in het belang van het team. Er kwamen allerlei randverschijnselen naar buiten. Je moet steeds maar weer praten met mensen over bepaalde sponsorcontracten, over premies, over wat dan ook. Het laatste is nog een voorbeeld dat de PTT had ook een overeenkomst gemaakt met ons. En die zijn speciaal nog naar Oostenrijk gekomen om foto's te nemen. En de afspraak was dat we daarvoor zouden we een creditcard krijgen. Dan zouden we gratis naar huis kunnen bellen. Nou, dan kom je aan hier, dan krijg je een brief met dat creditcardje en dan mag je voor 100 gulden naar huis bellen voor het hele toernooi. Dus nou, dan ben je in 2 dagen ben je dat kwijt. Dus weet je, en dat wil je niet over oude hoeren, weet je, maar dat zijn allemaal dingetjes die in wezen allemaal goed geregeld moeten worden, weet je. Maar dat krijg je steeds maar weer, krijg je dat weer mee toegespeeld. En het is gewoon vervelend, wij willen gewoon voetballen. In wezen had die foto ook helemaal niet genomen moeten worden in de trainingskamp. Dat is helemaal vervelend. Het moet allemaal weer op het laatste moment. En dan gaat alles mis. We hebben binnenkort weer een toespraak gehouden aan de eettafel, ontbijt, dinertafel. Nou, ik ben... Wordt het dan weer tijd voor? Nou, het wordt zeker tijd dat we weer eens gaan praten. Ik ben er ook wel moe van, hoor. Ik bedoel, voor de wedstrijd Joegoslavië had ik er gewoon behoefte aan, omdat ik dacht van nou, dit is het juiste moment. En ik proefde gewoon al van dit zit niet goed. Nou, dan win je die wedstrijd tegen Joegoslavië, dan blijven er toch nog wel een heleboel dingen blijven verborgen. Slechte dingen verborgen in die wedstrijd, omdat je met 2-0 wint. Maar het was natuurlijk nog niet heel goed. En eigenlijk is diezelfde tendens is gewoon door blijven gaan. En je kan wel blijven ouwen, maar dat heeft geen nut. Je moet gewoon gaan voetballen. En wist ik nou maar wat het nou was, weet je, wat het nou echt is, dan kan je dat pakken, dan kun je er wat aan doen. Maar het sluimert hier iets wat niet te grijpbaar is. En ik weet niet wat het is.
sluipt rond. Ja. Ja, het sluipt ergens rond, ja. In het kasteel in Joegoslavië kon ik me dat wel voorstellen. 12 uur 's nachts, ja. Maar nee. Nou sluipt het hier rond. Ja. En maar, ja. Dit is vervelend. Ja. Het is echt heel irritant is het ook. Moet je nou luisteren. Wat ik me dan zo afvraag, hè? Je speelt zo'n toernooi zuiver voor je lol. Voor het geld hoeft het niet meer, alles is geregeld, klaar is Kees. Ja. Het is leuk om een keer dat nog een keer mee te maken. En dan heb je al dat gedoe en het gemeier en het gezeik. Gaat de lol er dan niet zoveel af dat je denkt, ach zo, een miet erop, nog 2 wedstrijden, ik ga naar huis? Nee. Ik bedoel, is dat niet een logische gedachte, weet je? Nee, het is niet een logische gedachte. Iedereen... voor een heleboel is dit het laatste toernooi dat ze nog dat ze kunnen spelen. Voor jezelf, hè? Voor mezelf. Ja, je hebt wel vandaag zo'n dag als gisteren. Heb je het gevoel van, ga laat mij lekker even naar huis gaan. Een dag of 2 dagen. En dan kom ik wel weer even terug. Dat is wel, maar dat is meer een verfrissing dan het laten lopen. Ik bedoel... voor mij doen heb ik het gevoel van dat we tegen Engeland nog meer moeten doen dan dat we de laatste jaren hebben moeten doen. En daarop ga ik me maar gewoon voorbereiden. Ik kan niet anders. Het is het frustrerende voor mijzelf is dat de geest gewoon alles wil, maar dat het lichaam het gewoon niet toelaat. En dat is verschrikkelijk. Je bent constant in gevecht met jezelf. En dan moet je er elke keer moet je er weer bij neerleggen, want je hebt er gewoon de kracht niet voor. Maar je gaf niet direct antwoord op de vraag over de lol en de lol neemt af en je denkt te groeten. Nee, dat doe je niet. Nee? Nee, je speelt hier voor de eer speel je. Je speelt voor het eergevoel. Ik bedoel, het is voor elke voetballer een verademing om hier te mogen zijn. Dus niemand wil weg. Daar geloof ik niet zo in, nee. Nee? Nee. Wat ga je doen? Het contract loopt nog 3 jaar van jou bij Milan. En dan? Stoppen? Ik weet niet. Ik denk dat ik in Italië zou blijven, denk ik. Ik weet niet of ik terug naar Nederland zou willen. Ik bedoel, het leven bevalt me uitstekend hier al. Het klimaat is hier ook goed. Wij zitten natuurlijk wel in het zuiden, maar in Milaan is het ongeveer hetzelfde. In de zomer. Wat ik zou willen doen, ik weet het niet. Misschien dat ik toch nog wel... een tijdje nog door kan gewoon, weet ik niet. Hou ik er vanaf. Afbouwen bij Haarlem? Nee, ik denk niet dat ik naar Nederland zou gaan. Ik weet het niet of ik naar Nederland zou gaan. Ik bedoel, ik zit 1,5 uur met de vlieger zit ik van Nederland af. Dus als ik een avondje gezellig in Amsterdam uit wil gaan, dan pak je het vliegtuig. En dan blijf ik een weekend blijf ik over. Ja, het leven is goed gewoon hier in Italië. En daar ben ik aan gewend. Dat zou ik zo graag willen houden. Wie is er nou beter, Ruud? Kun je daar even duidelijkheid in scheppen? Is het Maradona of ben jij dat? Maradona? Ja? Jezus. Wat hij met die man in huis heeft, dat kan ik niet aan tippen. Het enige wat heel belangrijk is, wat betekent je voor een team? Dat is het belangrijkste. Als we zuiver uitgaan van de voetballer zelf, dan kan ik niet tippen aan wat hij allemaal kan. Maar het gaat erom dat je andere dingen ook brengt die heel belangrijk zijn voor het elftal. En daar kan de ene in verschillen, kan de ene zeggen van nou dat vind ik dat weer goed en de ander niet, maar mijn persoonlijke mening is dat Maradona dat is echt verschrikkelijk goed. Ik bedoel, ook die wedstrijd, die openingswedstrijd tegen Cameroen, als je ziet dat hij toch 2-3 keer mensen gewoon vrij voor de goal zet en als die speler gewoon handig genoeg is, dan schiet hij ze gewoon in. Mm-hmm. En ondanks alle schoppen en alle dreunen die hij gehad heeft. Dus dan zie ik toch weer dingen dat ik denk van ja, je bent toch een groot voetballer hoor. Dit toernooi, wat moeten we van jou zelf denken? Kom jij nog in vorm, denk je? Of worden behelpen geblazen? Nou, toen ik kwam bij Nederland zelf, begon ik eigenlijk met niks. Want die finale tegen Benfica, dat was eigenlijk niet zoveel. Het was meer 90 minuten volmaken. Oostenrijk, daar begon het al een heel klein beetje. Joegoslavië vond ik wel lekker. Ik speelde op het middenveld veel in de bal en ik kon op een gegeven moment wel in het spel komen. Nou, gisteren vond ik waardeloos zelf. Wel bepaalde momenten dat je er toch weer bij bent, bepaalde voorzetten, bepaalde acties, gaat er wel weer. Maar je wisselt te veel slechte met hele goede momenten af.
En dat is gewoon een kwestie van fysieke conditie. En dat heb ik nog gewoon niet. Een jaar lang stilstaan. En dat moet ik steeds tegen mezelf zeggen. Ik zeg, ja Ruud, je wil wel veel, maar het gaat gewoon niet. En dan moet je hierbij neerleggen. En dat zal zeker nog 6 maanden duren. Want ik merk ook dat mijn spiermassa van mijn rechterbeen veel minder is dan mijn linkerbeen. En dat moet ik met krachttraining moet ik dat allemaal bij gaan schaven. Je werd uitgefloten, hè? Tegen Egypte. Vond je dat vervelend? Ja, tuurlijk. Dat is heel vervelend. Maar dat is wel logisch. En misschien is het ook wel eens goed voor je. Ja? Ja, natuurlijk. Je kan best wel een paar klapjes best wel eens hebben, hoor. Ja. Daar zit je niet mee. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, je kan het verwerken zoals het is. Het is de realiteit en het is ook terecht. En dan moet je niet moeilijk over gaan doen. Mm-hmm. Dus dan moet je die oorvijgen nemen. Je groet het publiek. En dan ga je naar de kleedkamer en naar huis toe. En dan verwerk je alles op jouw manier. Ja, dat deed je wel. Je groette het publiek aan. Ja. Heb je gezien? Omdat je voelt gewoon dat ze in wezen wel willen dat je goed speelt. Dat het elftal goed speelt. Maar dat ze gewoon, omdat het op een gegeven moment natuurlijk toch lachwekkend werd, dat Egypte zo makkelijk kon voetballen. Dat ze op een gegeven moment helemaal omgedraaid zijn. En dat kon ik gewoon begrijpen. En op het moment dat je dit dan groet, dan klappen ze toch weer voor je, weet je. En dan is het afgelopen. Dat is waar. Als jij nog een toespraakje houdt tegen het Nederlands elftal, want dat zal dan toch wel gebeuren voor Engeland, wat ga je ongeveer zeggen dan? Waar speel je dan op in? Op de tactiek of op de instelling? Nou, ik denk dat je altijd op het individu moet zien spelen, want als je het collectief neemt, dan verschuilt iedereen zich achter het collectief. Dus je zal, denk ik, iedereen gewoon bij de oren moeten pakken. En moeten zeggen van, waarom dat doe je dat niet en waarom dat niet, is er wat of wat dan ook, dan moet het eruit. Ik denk dat dat de enige oplossing zal zijn. En niet anders. Want om aardig tegen elkaar te doen, ja, dat doen we maar als we uitgaan. Ja. Maar hier moeten we gewoon recht toe, recht aan zijn. Harde woorden, maar wat ga je dan ongeveer zeggen? Wat zal de strekking zijn? Ja, maar dat ligt natuurlijk voor iedereen verschillend. Ik bedoel, spreek je iedereen apart toe of de groep? Ja, tuurlijk. En ik verwijt mezelf ook alles. En je pakt iemand bij het en je zegt van waarom dat niet, waarom dat niet. Nou ja, en dan krijg je een discussie. En die kan op gang gekomen worden. Het lijkt wel een cursus, joh. Is goed telejak, hè? Ja, vergeet me. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk, meen ik echt. Maar... Moet je luisteren. Tot slot van dit praatje heb ik wel nog een aardig cadeautje voor je. Wat heb je bij? CD? Ik heb, ja, nee, geen cd. Kijk, ik heb dit moois voor je. Dat is dit prachtige molentje. Ik ben er helemaal. Alle grote sterren in het toernooi hebben wij een molentje gegeven. Bijvoorbeeld Alemão heeft dit molentje gehad. Ik ben blij dat ik dat die sterren heb. Maradona heeft dit molentje gehad. Dankjewel. En ook jij, als ster van dit toernooi, krijgt dit molentje. Als Marco begint te zeuren tegen jou. Waarom hij dit molletje niet gaat hebben? Ja, dan moet je tegen hem zeggen dat hij, als hij een doelpunt maakt tegen Engeland. Krijg jij ook zo'n molletje? Dan mag hij er eentje komen halen. Oké, is goed. Ja? Oké, bedankt. Nou, ik kan hem al hebben in mijn huis. Ik heb al koetjes, heb ik al. Koetjes. Koetjes? Ja, ik heb koetjes gehad. Servies van koetjes heb ik gehad. Zo'n theepot bij me, koetjes. En dan zet ik deze en zet ik ernaast. Zet ik deze ernaast. Ja, ik ben heel blij mee. Bom. Dankjewel. Nou, hopen dat ik hem heel mee kan nemen.